Nou, hoe gaan we dit noemen? Onder Maas? Onder Maas. We zijn gewoon een beetje met de neus in de boter gevallen. Maar als je dit over 5 jaar terugvangt op een kilootje of 17, 18. En nu? Dan ga ik even chillen van het uitzicht, jongens. Zo jongens, gearriveerd. 2 uurtjes gestuurd. En ik ben ietsje eerder. Ik ga vissen met Bas. En Bas heeft iets moois geregeld. Ik ben benieuwd wat hij geregeld heeft. We schijnen met een of andere boot op de rivier te gaan knallen. Dus daar heb ik al zin in. Ik ben hier voor het eerst. We zijn aan een machtige Maas. Het is 's avonds laat. Het is 10 uur al. We hadden wat vertraging gehad. Maar goed, uiteindelijk zijn we er. En hebben we een paar mooie nachten voor de boeg. We zitten nu in mei, richting de paai. Dus we gaan even kijken wat dat gaat doen en wat de watertemperatuur is. Het is riviervisserij, niet iets wat ik echt heel vaak doe. Maar goed, weet je, alles is een eerste keer weer. Dit jaar nog niet op de rivier geweest, het is hartstikke mooi. Even het materiaal aanpassen, gaan we de bus leegmaken. En dan wacht ik even tot het is en dan gaan we dingen doen. We hebben 2-3 stekken in de gedachte. Meer het idee ook van, nou, daar zullen ze heen gaan. En kunnen we ze onderscheppen voor de paai. Dat is fantastisch. Ik heb denk 10 minuutjes nodig, even bootje pompen, voer klaarmaken, hengeltjes. En de rest ligt allemaal in de boot. Dus jongens, tot zo. Ik heb niet veel zin in. Tot zo. Yes. Ja, mocht je nu denken, hey, wat doet Bas hier? Nou, ik ben samen met Michael Pat. Zoals jullie hebben kunnen zien, zijn we op pad met iets totaal nieuws voor ons beiden. We zijn 2 jaar geleden ook al een keer op pad geweest met een platbodem. Liep helaas niet zo goed af. We hadden wel 1 hele mooie vis voor Mike. Dat kunnen we nog wel eventjes laten zien. Die heeft nooit de film gehaald. En we zitten nu op een prachtige plek. Zoals je ziet, pikken donker. Het is volgens mij 11 uur. Mike is hier achter me de boel een beetje aan het prepareren, want er moeten nog in ieder geval 4 hengels uit voordat wij lekker ons mandje ingaan. Dus voordat wij ook maar iets gaan melden, denk ik, gaan we even de boel klaarmaken. En we nemen jullie eventjes snel mee in dit uurtje en dan gaan we lekker slapen. Ciao. Nou, we zijn even de richtjes aan het preppen, jongen. Even een ander type haak. Ik had niet bedacht dat ik vanmorgen opstond en op de Maas ging vissen. Dus we hebben even lood geregeld bij Mike, dat is wel chill, want we hadden niet zo zwaar lood mee. Ik heb altijd nog wel een pakje dikke haken. Maatje 2, grote knikkers erop, hard hoekbeets en dan gaan we de eerste nog maar eens even gewoon een beetje aanvoelen hoe het gaat. Ik heb echt geen idee, morgen gaan we ook maar zien waar we uiteindelijk zitten. Het zag er op map in ieder geval heel mooi uit. En dan moeten we ook maar eens even gaan kijken zo meteen wat we op de dieptemeter te zien krijgen. We hebben in ieder geval hele lange rigs, hardhoekbaits, pop-upje erop, 24 mm. Ja, en dan zware loden, jongens. En dan moet het volgens mij niet al te moeilijk zijn op de Maas. Is het gewoon vooral locatie. Nu zitten we op een ondiep gedeelte, maar dat gaan we morgen wel even uitleggen waar we uiteindelijk voor deze stek gekozen hebben. Maar eerst maar eens eventjes die hengels in krijgen. Maar wat een bootje, jongen. Echt bizar. Verlichtingje, oventje. Ja, fantastisch. Fantastisch. Zo, jongen. En? Ja, paaiende brasems hier links in het kommetje. Een stuk of 2000? Ja, echt veel. Echt goed vol zitten ze ook nog wel. Dat kun je mooi zien, want het is helder daar. En hiervoor loopt hij eigenlijk gewoon pad. Af naar 4 meter. Je ziet een paar stenen liggen heel mooi op de dieptemeter. HDS 9 mee kun je echt super vet zien. Gewoon bap, bap, die stenen. En daarnaast vlak. Dus dan leg ik hem lekker daarnaast. Die vis die
vroet tussen die stenen en komt dan het voer tegen. Laatste engeltje. Ja, Mike, we hebben er wel slechter bij gelegen. God, hè. Dat is fantastisch, hè? Echt alles, maar dan echt alles zit erop. Ja, en dit is wel lekker, hè? Mooie maastek. En vier engeltjes maar in. Ik denk dat het ook erg genoeg is. Erg veel witvis gezien. Maar het stuk waar wij getraderd hebben, daar hadden we echt al... Nou, hoeveel vissers hebben we daar gezien? Een stuk of 8, 9. Ja. Teentjes. Dus we hebben even gewoon een flink doorgevaren. En dit is wel echt een mooi deel. Maar dat gaan we morgen pas zien, het daglicht. Gaan we flink dronen. We zitten over... we hebben genoeg ondieptes in de zone. Dus hopelijk zien we ze op de drone. Dat zou fantastisch zijn. Maar ik moet zeggen, ik ben ook wel redelijk gaar. Dus... We gaan het ook niet laat maken. We drinken zo nog een biertje. Kletsen wat en dan... Voorspelling voor de nacht? Ja, ik ben echt blij met één vis. Okay. Want ik heb het nog nooit hier gevist. En jij ook niet. Het zou echt fantastisch zijn om gewoon één vis te vangen. Ja. En als doel van de trip, allebei gewoon één maas 30. Ja. Zet we hem laag in. Dus kan het alleen maar goed komen. Ja. Hopelijk. Laten we ons een beetje nederig opstellen. Ja. Nou, slaap lekker, jongens. Ja, in ieder geval, waar we voorbij gevaren zijn, mogen wij niet klagen als we dit hebben. Lekker. Ja, er waren echt veel mensen. Allright, jongens, slaap lekker. Ja. Tot zo. Dan gaan jullie het zien. Ciao, ciao. Morgen. Dat is een goede morgen. Echt. Geen hard, hè? Zo. Wat is aan? Mooi spiegel. Spiegel. Ja, mooi visje hoor. Mooi dertiger denk ik wel. Echt? Lekker man. En dat is één. Lekker man. Dat. Hoppa. Yes, yes. Nou. Die grote snowman. Heeft het maar zo gedaan. Hoppa. Dat is mooi. Ja Mike, ik denk dat het tijd is voor nieuwe doelen. Want... Hij weegt gewoon 16 kilo en we wilden een maas 30er, dus ik weet niet, dat is al gelukt. Heel bruut. Brede vis ook. Ja, fantastische vis. Overal kleine stippeltjes op zijn rug, op zijn vinnen. Ik weet niet wat het is, maar echt, het is bruut. We gaan lekker terug en de hengeltjes weer op scherp. We gaan onszelf even voeden. Mike moet zo werken. Ja, mensen bij de Mauché moeten ook gewoon werken in het weekend. Dus ja joh. En dan gaan we kijken wat er gebeurt als Mike weg is. Zo jongens, goedemorgen. Eerste nachtje op de Maas. Niet zonder resultaat. Heel blij mee, mooie vis voor Bas. En ja, heerlijk geslapen jongens. Echt chill. Ik zit nu even een kopje koffie te zetten. Nu zijn we gesetteld. We hebben wat stekken in gedachten. En ik heb hier even flink gevoerd. Overdag verwacht ik niet zoveel aanbeten, want het is best wel warm. Op de razem staan hier al maximaal een paaien. Dat is vaak een goed teken, dan komt de karper er vlak achteraan. Maar karper houdt zich vaak ook op in die paaizones van de brasem. Omdat ze gewoon die eitjes en zo aan het wegsnoepen zijn. Dus op zich heb ik wel vertrouwen. En we hebben nog niet zo heel veel last, gelukkig, fingers crossed, van de brasems. Dus ik heb een kilootje of 5 bodies gevoerd over het hele stuk. Ook over het kanaal zelf, vaargeeltje, 4, 5 meter. Ondiepte sect. En hier ook, achter mij heb je de wiervelden.
Dus ja, er ligt bij elkaar denk ik goede 12, 13 kilo voer. Tijgenootjes boekweit. Dat is echt topspul voor in de paaitijd. Boekweit is natuurlijk boordevol eiwitten, dus dat hebben we zo straks nodig. En dat is gedaan. We hebben dus gevoerd. Koffie is bijna klaar. Basje heeft boodschapjes gedaan. Ik moet straks even weg, ik moet werken. Helaas kreeg ik deze dag nog niet gefixt, maar dat geeft helemaal niet. Dus ik rij even op en neer. Vanavond ben ik weer terug. Ik was even tijd om even rustig te gaan nadenken wat hij allemaal wil gaan filmen. En dan zitten we als goden op de Maas, jongens. Heerlijk. Even alles aan het laden, dat is wel chill. Zit een zonnepaneel op het dak, dus maximaal telefoontjes, AirPods, drones, alles kan geladen worden. En ja, zometeen gaan we eens eventjes jullie wat laten zien over de stack zelf, met de drone. En de montages op de Maas. We moesten natuurlijk kleine aanpassingen doen. Dus dat is dat. We zien jullie zo. Ja, daar zitten we dan. We hebben net eventjes de Grand Prix van Monaco gekeken. Samen met William, Vanessa en Stacy. En die zijn nu pleiten. Ik heb alle hengels op scherp gelegd. En Mike is natuurlijk nog aan het werk. En ik kwam dus net langs een steen hier aan de waterkant. En dat ziet er niet heel best uit. Ik zal het jullie even snel laten zien. Ei, kleinigheidje. De vliegen zitten er zelfs op. Nou, dan weet je het wel. Even kijken hoe we dit even schoon gaan maken, want ik heb geen EHBO-setje aan boord. Misschien wel een goede toevoeging aan deze boot. Maar bloed best lekker. Maar ja, hè, we liggen in ieder geval lekker scherp te vissen. En wie weet levert dat in ieder geval een visje op. Ik hou jullie een beetje op de hoogte. Ik hoop dat ik het allemaal overleef, maar dat zal vast goed komen. En ik check in als er wat gebeurt. Maar voor nu ga ik denk ik even rustig aan doen. Later! Yes, nou, ben je weer Piet? Immigraden, to the boat. We hebben weer gewerkt. Het is inmiddels 12 uur. We zitten lekker aan een wijntje, stokbroodje. Even Bas de stoere verhaal over zijn wond aangehoord. En het was niet zo'n beste dag, jongens. Ajax verloren, Max wel gewonnen. Mooie racie. Ik heb hem ook even gekeken op het werk natuurlijk. En we gaan de tweede nacht in, Bas. Ja. Gisteren hadden we eigenlijk niks verwacht, hè? Nee, vandaag had ik ook niet zoveel verwacht overdag eigenlijk. Ik denk dat het iets hier s'nachts gebeurt. Ik denk dat die vis gewoon... Ik had jou een grafiekje gestuurd, toch? Kijk, dat is vandaag niet super druk op het werk. Dus ik heb even gekeken op Rijkswaterstaat. En dan kan je vet mooi die watertemperaturen zien. En dan zag je eigenlijk al dat die in mei, begin mei, ook al rond de 16 graden of zo was. Dus hij is heel gestaag, mooi. In één maand 2 graden gestegen, dus we zitten eigenlijk spot on. Eigenlijk moet het nu gewoon gebeuren ook. Ik snap ook niet waarom je eigenlijk overdag niks hebt gevangen. Ja. We zien zo niet echt met de drone, hè? Nee, troebel. Dus dan weten jullie het, hè, jongens. Morgenochtend geen aanbeten of weinig vertrouwen, dan is het. Zijn we weg. Verkassen. Verkassen, ja. Dan lekker die Maas over en dan gaan we gewoon even wat benzine trappen. Want we hebben best wel wat mooie stekken gezien en daar willen we gewoon even kijken. Dus het is niet zo'n mooie... Eigenlijk willen we vannacht gewoon een paar vissen vangen en alsnog weggaan. Denk je niet? Gewoon om die Maas ook een beetje te leren kennen. Ja joh, 1 of 2 vissen en dan verkassen aanvoeren en dan komen we hier gewoon weer terug. Ja, want we hebben echt hele mooie spots verderop gezien. Die willen we sowieso een keertje bevissen. Dus we hebben de tijd, jongens. We hebben de tijd. Dus we gaan lekker even nog chillen en dan slapen. Dus in ieder geval wel trusten. En als we intunen in het donker, dan is het goed nieuws. Dus tot zo, jongens. Hopelijk tot snel. Ciao.
Zo, morgen. Lagen lekker te pitten, jongens. In één keer. Volle fluiten. Niet een heel groot visje hoor, maar het telt. En weer einde van de ochtend. Tenminste, einde van de nacht. Gisteren het visje van Bas ook al heel laat. Ik kwam zelfs al in het licht. Het is wel super. Ik heb wel last van mijn kopje. Heel erg zeer. Lekker. Ja, ja. Goedemorgen. Beste kijkers. Beste kijkers. Ja, het was een rustige nacht. Rustige nacht. We hebben één visje gevangen, hè? Eén schub voor jou. Ja. Die ligt hier naast in sling. Net even ontbeten. Gewacht tot we een lekker licht hadden. Dus die gaan we zo eventjes op de foto zetten. En op de film natuurlijk. En dan is het tijd om snel de spullen in te pakken. Twee vissen in twee nachten. Eerst was het natuurlijk wel een kort nachtje, maar ik denk dat we daar moeten proberen meer uit te halen. Dus, op zich was ons doel gewoon elke nacht een vis. Is ook. Dus we zijn wel tevreden. We zijn ook wel tevreden. Maar we willen meer zien van de Maas. Ik denk dat dat... Dat knaagt. Ja, zeker. Dat is mooi. Veel stekken. Ja, veel stekken inderdaad. Dan gaan ze meteen met de boot naar links. We hebben een, ik denk wel een drietal stekken die we willen bekijken, ook bevliegen. We hebben één stek achter ons, die kant op, een stukje. Dus die gaan we denk ik met de auto aandoen. Ja. Wordt nog wel een hele operatie hoor. Ik denk dat dat bij elkaar wel duur gaat duren. Ja. Maar we nemen jullie mee. En dan liggen we vannacht weer ergens anders. En we gaan wel vervoeren voordat we gaan. Ja, we komen hier wellicht nog wel terug voor wellicht het laatste nachtje. Als de rest natuurlijk niks is. Ja. Nu snel eerst de vis en dan zien we jullie zo meteen alweer. Als we aan het varen zijn. Yes. Zo jongens, mooi maasschipje. Eerste visje voor mij. Eigenlijk de enigste die we vannacht gevangen hebben. Dus we gaan verkassen zo meteen. Maar niet voordat we deze aan jullie wilden laten zien. Hij heeft al wat krasjes op zich, dus ik denk dat ze al licht begonnen zijn aan de paai. Maar hij is nog zeker niet leeg. Er zit nog best wel wat gewicht op. Maar mooi vis. Fantastisch. Dus we staan nu op 2. Gaan kijken of we het een beetje kunnen gaan verdubbelen nu. Maar hele mooie vis. Blij mee. Hij gaat weer zwemmen. Dit zijn grote vissen, maat. Gevonden. Maar echt. 3 uur lang het varen geweest. Maar echt. Maar we hebben ze. Ja. Voor de deur. Fantastisch. Mooie visjes wel, hè? We zijn even de rechts aan het preppen. We hebben een mooie spot gevonden. Een wat ondieper gedeelte van de Maas. En er liggen wat vissen tegen de paai aan. Ik denk dat ze nog wel vangbaar zijn, want wat we zien is nog niet echt volledig paai gedrag. Maar het vergt wel even een ander richtje. We hebben de whitecape haakjes er weer op geramd. We visten eerst met wat dikke dradige haken op de Maas zelf vanwege de stenen. En daar hebben we nu niet zo heel veel last meer van. Ik wacht een beetje tot de scheepvaart eraf is, dan checkt die baas ook wat helderder. Dan kunnen we het even wat beter zien met het droog.
Maar we hebben gewoon eenvoudige richtjes. We maken ze iets langer. Het stuk waar wij nu vissen op de rivier is veel steen. En daarom hebben wij eerst gekozen voor wat dikdradiger haakjes. Maatje 4 gewoon. Met een hardhoekbeetje eraan. 26 mm. En een fluwe pop-upje. En Richie Monkey heeft van die hele mooie stoppertjes die matchen bij je pop-ups. Dat is allemaal tegenwoordig tackle art. Maar ja, eigenlijk vrij eenvoudig. Zolang die punt maar gewoon scherp is, maar wel dikdradig, blijft die lang scherp. Aan zo'n water als dit heb je niks aan met dunne puntjes. Die gaan veel te snel bot. Je hebt zoveel gespuis aan witvis, grondeltjes, kreeftjes, brasems. Dus die haken die gaan heel snel bot worden. Dus echt essentieel op zo'n rivier als dit is dat je gewoon dikdradige haken hebt en een hard hoekbeet. Vanwege het stromende water en zachte boilies kunnen ze vrij snel smelten. Dus ja, dit is onze keuze eigenlijk. En eigenlijk hebben we alleen het fluo dingetje erop, puur voor de attractie. Zodat als die vis over die voerstek van ons heen gaat, we hebben een plaat aangevoerd waar de vis er overheen zou moeten. Willen ze richting de paaizones, valt hij gewoon net even wat meer op. We hebben nog niet zoveel last van brasems gelukkig. Zitten er echt duizenden tegen de paai aan. En sommige al max erin. En het voordeel is dat wij daar dan niet zo heel veel last mee van hebben. Sowieso omdat we de hers wat langer houden als normaal. En vrij grove haka's hebben. Dus daarmee tackelen we een beetje de brasems. Kopvorn en winders ben je sowieso kansloos. Die ga je nog wel vangen. Maar daar hebben we er vast één van, toch? Ja, de kopvorn. Dus dit is een beetje een end-tackle, jongens. De laatste paar centimetertjes. En dit is gewoon dit is goed. Als je weet dat die haak scherp blijft en je haakaas erop blijft. Het liefst vis ik nog met tijgenoten als je echt veel last hebt voor krabbetjes of kreeftjes. Maar dat valt nog wel mee. Dus dan prefereren we liever op bollen. Mochten we nou meer last krijgen van schaaldiertjes, dan gaan we over op de XXL-nootjes. Puur als haakaas. Dus dit is de richting waarmee we vissen. Ja, ik ga jullie even wat vertellen over wat gebruik je hier nou aan hengels, hardware. Hè? Hengels, molens, lijnen. Momenteel 10 voet stokjes, de TXI-4's. Waarom nou wat korter? Eigenlijk gebruik ik dezelfde setup ook gewoon in Frankrijk en het werkt hier op de Maas prima. Het kortere hengels is super fijn drillen vanuit de boot. Eigenlijk heb je helemaal geen nut aan de hele lange hengels, want het meeste doe je toch met een rubberboot, dus je hoeft niet te gooien. Dus je kunt je prima uit de voeten. Dus ik hou wel van wat actie in mijn stokken. Daarvoor heb ik 275 lb hengels. Af en toe heb je daar wat moeite mee met het blokken, maar daardoor vis ik wat dikkere hoofdlijn. En dan weet ik in ieder geval zeker dat ik lekker kracht kan zetten en dat de hengel goed krom gaat. Want heel eerlijk, we doen het allemaal voor de actie natuurlijk. Daaronder Shimano XSE, dus het zilveren mannetje van de XTE. Dus doet prima zijn werk. En daarop heb ik de lijn fluorocarbon. Waarom ik nou eigenlijk fluorocarbon? Eigenlijk heel simpel. We vissen hier eigenlijk voornamelijk voor de kanten. En ik wil de lijn slap laten liggen, dus dat hij gewoon lekker over de bodem heen loopt. Daardoor loop je natuurlijk risico dat je dus over de stenen heen ligt. Alleen dat risico neem ik wel omdat ik hem wat dikker vis. Dus ik vis hem wat dikker en je gaat de vis 9 van de 10 keer toch halen. Dus je krijgt een aanbeet en je gaat er achteraan vanuit de boot. Nou ja, nu hebben we een stek gehad, daar vissen we nog geen 15 tot 20 meter uit de kant. Vanavond gaan we dat wel doen. Een beetje rond de 60 meter, ja, dan ga je er waarschijnlijk gewoon achteraan of met de boot of met de waadpak. Dus het is even kijken, want vissen in een hele ondiepe zone. Maar dat vliegen we vanavond aan. En eigenlijk is het super simpel. Het werkt in Frankrijk eigenlijk idem hetzelfde. Ik heb hiernaast gewoon mijn Delkims, die kan ik op een ongevoelige stand zetten. Dus loze piepen heb je bijna niet. En dat maakt het eigenlijk wel super fijn. Want je zit er niet op te wachten dat je s'nachts gewoon continu gewekt wordt door de golfslag. Maar geen last van. Super chill. Eigenlijk ook echt super fijn dat ik dit setje weer kan gebruiken in Frankrijk en andersom. Soms moet je nog wel eens wat aanpassen. En ik merk toch heel eerlijk dat mijn favoriete setup eigenlijk ook gewoon hier op de Maas werkt. En in Frankrijk zou ik er al gauw misschien gevlochten lijn op gooien. Maar zie je zeker niet nodig. Dus hengeltje weer terug. Preppen, want we hebben nog wat dingetjes te doen. Ik spreek jullie zo meteen weer.
Nou jongens, sidescan aan. Je kunt hier heel mooi zien aan de zijkanten. De boot ook. Hier hebben wij GPS. Waar zijn we? Daar, hoppatee. En dan zie je heel mooi dat wij hier op de grens liggen. Hier ligt de boot, ondiepte. Dan liggen we precies op het taluut van 7 meter. Nou, de temperatuur is iets gezakt. 17 graden nog maar. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Ja, 17,9. Hij was 18,4. Dus hopelijk dat die vis eruit gaat trekken. Kijk, hier liggen we voor een ondieper gedeelte. Dat ga je hier zien. En dat is top. Hier liggen we met het boot tegenaan te vissen. Ideaal. We zagen al wat scans hier aan de zijkanten. We zitten gewoon op het stuk van de Maas. Maar aan de zijkant zie je dat die vis gaat trekken. Dus die proberen we te onderscheppen. Fantastisch toch, wat een uitzicht. Goedemorgen, dan zijn we wel. Net eventjes gevlogen. Nou, het is een uurtje of 9 en we fikken hier aardig weg. De boot is zwart, dus het trekt warmte aan. Het is denk ik wel al tegen de 20 graden aan. Net even alle hengels naar binnen gedraaid. Net voor het binnendraaien liepen twee hengels af. We dachten eigenlijk dat het witvis was. We waren echt gekke aanbeten, we hebben ook niks gefilmd. Alleen waren twee kleine schubjes, dus die hebben we snel bewaard. Gooien we zo eventjes voor jullie op de foto en film. En dan gaan we even onszelf verwennen met wat eten. Ik heb volgens mij wat pannenkoekjes. Altijd goed. En ja, dan gaan we even kijken hoe we dit allemaal gaan doen. We zitten natuurlijk dicht tegen de paai. In de paai. Dus nou ja, laten we hopen dat die grotere vissen nou ja, gedurende de dag ook wat gaan eten. Nu twee kleintjes. Maar ja, je weet het, er kan ook gewoon zomaar een dikke tussendoor lopen. Dus als die kleintjes eten, waarom zouden die grote dan helemaal niet eten? Maar vannacht, ja, helaas geen geluk. Maar ja, in ieder geval twee vissen. Ze zitten op 4. Dus dat is wel, dat is op zich wel lekker. Volgens mij zitten we de derde dag, dus ja, geen stress denk ik zo. Nou, we gaan even dingen doen. Ik zie jullie zo meteen. Nou jongens, ik heb de slinger maar bijgepakt. Even kijken of het in één keer lukt. Maar de paai is in ieder geval gelukt. Fantastisch. Het was niet gelogen dat we dachten dat het een witvis was. Maar jongens, dit is de toekomst. Hij gaat ook meteen zwemmen. Hij is fucking druk. Maar mooi hè. Hoppa. Ja, die verbas is iets groter, beloof ik jullie. Kilootje of twee. Nou. Daar is die dan. Een knaller van de Maas. Nou, inderdaad, 2 kilo's zwaarder dan die van Mike, denk ik. Mooi exemplaar. Gaat snel weer terug. Toch een visje van de Maas, dus daar ben ik blij mee. De tweede. En voor de rest gaan we zien wat de dag brengt. Het is in ieder geval lekker zonnig. Dus de hengels liggen scherp. En wij gaan van het zonnetje genieten. Wat zei? Lekker. En weg is die. Oké jongens, nou de drone die lag in de boom. Dat was weer een fantastische dag. En we hadden vissen gespot. Ik wilde even wat mooie shots maken en hij kleft er zo in. Ja, hier kunnen we niet zoveel meer mee. Dit wordt toch wel een dingetje. Dus kijk, Alex zoals hij zou natuurlijk heel die drone natuurlijk gewoon zo kapot getrokken hebben. Dat doe ik bijna niet. Wat wel goed is, is dat de accu nog heel is. En de SD. En voor de rest... Ja, gaan we William maar even tikkie sturen, denk ik. Vakkundig. Lekker. Met een loodje, we gooien hem er precies uit. Dat is best knap, hè? Nee, goed. Nou, wasted. Wasted.
Oké, maat, hoe is het met je voet? Ja, ik ben hem net even aan het desinfecteren in de Maas. Het werkt echt super. Ja, hey, ik heb hier gewoon een perfect zonsondergangetje, dus ja, klagen doe ik niet. We gaan zo meteen een merlootje doen. Wat gaan we doen? Een merlootje. Oh, een merlootje, ja zeker. En we hebben nog wat snackies voor in de oven. Ja, hengeltjes liggen in. Tak, 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 tak. Bolletje ligt weer klaar. Pats. Fantastisch. We gaan het zien wat het vannacht doet. Ja, het is niet zo. Ja, we zitten even met die paai te struggelen. Het is wat het is. We zijn weggefikt vandaag. Zo, morgen wordt het ook fucking warm. Maar ja, hey. Heerlijk man, heerlijk. En niet aan de maat. Ja jongens, en we moeten even iets gaan opzoeken, maat. Want het water is echt met, nou, 40, misschien wel 50 centimeter al gedaald. Ik zal je zo even laten zien, maar het is echt bizar. Ik merk het ook, de boot hebben we iets losser gegooid. Ik weet niet of dat goed is voor het vissen, geen idee. Ik heb niet het idee dat het meer stroomt, maar ja. Het is even gestruggel, want we zitten met die steekstokjes net in het zand. En het wordt nog gauw diep, dus het moet niet gekker worden. Het moet niet gekker worden. Maar ja, dit is echt nieuw voor ons, want we hebben geen idee waarom die Maas zo aan het zakken is. Maar 40 centimeter in, nou pak een beetje, 3-4 uur. Dus ik weet niet of dat met sluisstukken of zo te maken hebben. Kijk, vast. Het is echt al. Vast. Het is al 3-4 dagen met grote boten natuurlijk tekeer aan het gaan, dus dat zal het wel niet zijn. Maar ja. Nee, iemand heeft de stop eruit getrokken. Ja, als iemand die stop er heeft uitgetrokken, laat het ons weten, want we zitten in onzekerheden vandaag. En als je wel weet wat het is, ja, laat het ons eens weten, want ik heb echt geen flauw idee waar we mee te maken hebben. En nu ga ik even chillen van het uitzicht, jongens. Tot zo. Ah, prachtig uitzicht, jongens. Helaas moet ik eventjes hem in beeld hebben, want hij gaat de dag afsluiten. Jongens, ik zit hier aan een... Een rode merlot. Een rode merlot. Net tussendoor eventjes een... wat is het? Een kopvorm van de haak afgehaald. Ja, oprecht. Maar die hengel ligt inmiddels dus scherp. En, kleine aanvulling, het water stijgt. Ja, het water stijgt. Dus het water wat net 50 centimeter zakte, staat dus nu weer geheel vol. Dus dat is best wel interessant. Dus ik weet niet wie die stop erin heeft gedrukt. Mark, thanks. Ik wil jullie hiervoor bedanken. Dank jullie wel dat jullie ons gehoord hebben hier vanaf deze boot op de Maas. We zijn even een filmpje kijken van ons samen. Dat hebben we even opgezet. En ja, het komt binnenkort online. Dus als jullie deze film zien. Maar we doen even een feedback rondje. En ja. We, ja, even heel eerlijk. Mike en ik, ons eerste keer hier op de Maas. Een beetje in het diepe. En volgens mij mogen we met 4 visjes, ondanks dat de grootste nu 16 kilo is, echt niet klagen. Gaan we de derde nacht in nu, hè? We gaan... ja, derde nacht. Nacht drie, ja. Dus we gaan dat gewoon zien. En elke vis vind ik bonus. Ik heb een mooie vis, 16 kilo. Ik hoop dat Mike daar ook nog aankomt. En het is genieten eigenlijk wel. Hard werken, genieten. Nou, dus voor nu, toedeloe. Even oprecht één opmerking. Oh, ja. Echt heel ziek. Die ledlampjes ook gewoon. Ja, dit is wel dik, hè? Achter ook, jongen. Details. Chill, jongen. Partyboot, jongens. Dus Michael van Bentham, jongens. Bericht hem. Carper Boat. Gelderland. Zeker. Instagram. Want deze kun je gewoon huren met vrienden. Familie. Of je chick. Je chick. Je vader, je opa. Moet je even kijken of wat een uitzicht je hebt. Kan je een hoop doen. Maar dit is toch wel het, hoor. Ja. Maar voor nu, hopelijk tot zometeen. Maar dat zeggen we elke keer. En ik denk dat we eigenlijk nooit terugkomen. Dus we zien het wel. Doedeloe! Yo.
mooi visje hoor. Ja, wat schat je hem? Ja, wat zou die zijn? Kilo 12 of zo? Oh ja. Lange vis. Ja, hij komt lastig zeggen vanaf de drone, dus vertekent altijd. Ik ben blij dat er niet zo'n tanker aan kwam. Ja, daar komt er nu eentje aan. Gaan we even kijken of we een mooie foto kunnen schieten met? Hè? Yes. Oké. Okay. Mooie, lange schep. Echte Maasbiels. Fantastische vis. Geen idee wat hij weegt, maakt het niet uit. Maar volle fluiten. Midden op de vaargo afgedrild. Heel blij mee. Hopelijk dat er velen nog gaan volgen. Wel goed gevoel over ook. Maar ja, hij is welkom jongens. We zaten net een kipsatéetje te eten. En zo meteen aan het hoofdgerecht. Super. Aan een fotootje schieten, kan hij terug. En dan laten we ons verrassen. We zitten net voor Golden Hour, dus we gaan weer even genieten. Heerlijk. Echt leuk. Lekker jongens, echt. Wat een plek. Hij heeft een grotere boot als ons. Heb je al eens. Ja. Kun je altijd de winnaar zijn. Zo uit, want zo meteen komt het water hierheen. Oh ja. Even chaos. Schupje weg. Engeltje loopt af. Spiegeltje, trek hem aan. Ja, en een prachtige spiegel man. Ik wou net zeggen, mooie vis. Ja, helemaal beschup. Ik denk een escapeetje. Dus ja. We gaan hem even op de foto zetten. En dan denk ik dat we dan even kijken of we hem kunnen terugmelden. Dan gaan jullie hierin terugzien voordat deze film geëdit wordt. Ik ga hem eventjes opsturen, misschien kijken we hem terugmelden. Waar is de match hem dan? Ja, ze match hem dan. Welke kant is dat? Ik doe gewoon allebei de kanten. Volgens mij meestal linkerkant. Ja, ja, linkerflank. Maar ja, we gaan het zien. Wellicht melden ze hem terug, ben wel benieuwd. We gaan met de foto en gevoelige plaats schieten. Lekker. Oké, pak hem erbij. Ja. Prachtig exemplaar. Zoals ik net al zei, we gaan even kijken of ze bij de SKP deze gaan herkennen. Maar als je dit over 5 jaar terugvangt op een kilootje of 17, 18, dan ben je een blij man. Desalniettemin ben ik hier ook super blij mee. Laat staan mijn allereerste maasvissen en dan meteen zo'n pareltje ertussen. Het ging even hard net. Maaike Schuppie, ik deze prachtspiegel. Ga de andere kant nog even laten zien. Dan kan ik weer lekker zwemmen. Prachtig gebied. Kijk dan. Zo in het zonnetje. Hoppa. Doei. Oké, jongens. Het onmogelijk is gebeurd. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar de eerste Maasdertiger. Even dichtgooien. Dat was even chaos. Bas was schijten. En ja, hengeltje liep af. Maar die vis die zat precies achter een steen of zo bij de vaargeul. Dus ik moet hem even zo opnieuw uitvaren. Maar blij mee man. Heel ziek. Yo Bas! Kom dan maar hier jongen! Visje. Hè? Le bakkie. Nee, ga weg. Ik zweer het je. Echt? Ja man. Sowieso leeggeslingerd. Nee, echt niet. Oprecht niet. Ja, 30er, 100%. Schub, hij liep fucking hard af. Echt niet. Jij was net weg, moest bootje pakken. Ja. Maar jij hebt die GoPro ergens bij je. Ik kon hem niet vinden man. Oh, dus je hebt niks op film. Nou ja, dit. Oh ja. Ah. Dus ja, die echt... doet wel echt wat in. Ja, en sterker nog, jij gaat filmen. Laat me dit voorzichtig maken. Ik kan niet vaker weg. Gaan we lekker. Ja, dit is lucky you. Even... Zo, abonnementje. Mooi visje. In de tijd dat Bas hier weg was. En het doel is bereikt, jongens. Ik zag Bas natuurlijk al de eerste... Ja, mijlpaal halen in onze Maasavontuur op de eerste nacht. Mooie spiegel. En nu heb ik eindelijk mijn Maasdertiger. Hele breed gebouwde schub. Heb me alle hoeken van de vaargeul laten zien. Maar een mooie vis. Supersterk, niet te doen.
denk een hommertje, richting de paaizones. En ja, het is nu eigenlijk 3 aanbeten uit mijn hoofd. 3, 4 aanbeten. Vrij kort achter elkaar. Dus ik denk dat die vis zich gewoon gaat zich nu verzamelen voor die paaistek. Dus dat is goud. En ja, ik ben heel blij, jongens. Lang ook. Niet te doen. Maar staat natuurlijk bekend om zijn schubs. En daar heb ik er nu eentje van mogen vangen. Ik ben heel blij mee. We gaan even wat fotootjes maken. En dan mag je lekker naar het feestje toe. Fantastisch. Oh, yo, vaargul. Nou, inmiddels heeft de volgende zich gemeld. En ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor. Je ziet vaak filmpjes van de Maas en dan hoor je het wel over de Maasveertigers. En het is me zowaar gelukt. Ik kreeg 1 streep en... Nou, ik mag best wel zeggen, ik raakte een beetje in paniek. Er kwamen een paar boten langs. Maar ik stond te wachten op de boot. En ja, ik moet toch echt zeggen wat hier nu in mijn net ligt. Het is fantastisch. Echt bruut. Ik heb het idee dat die vis hier allemaal langs heen trekt nu. Naar de paaigronden. Ik ga eens even kijken of ik hem omhoog krijg. Want het is echt een beuker. Holy shit. Oh, wat een schub, jongens. Niet normaal. Ja, dit had ik niet durven dromen, jongens. Wauw. Het zonnetje gaat onder. In één keer gaat het ook lopen. De hele dag was het warm. Ja, wat moet ik eigenlijk zeggen? Ik vind dit echt vet. Echt vet. Ik ben geen riviervisser. En hieraan beginnen was ook wel echt een taak dat ik dacht van, oh, hoe gaan we dit doen? Maar dat je dan dit zo net voor de paai nog eventjes eruit beukt. Echt geweldig. Echt geweldig. Ik ben hier super blij mee. Dit maakt mijn voorjaar 100%. Ik denk, ja, misschien ook wel mijn jaar al wel. Dit is gewoon mijn allereerste vis, sowieso vissessie op de Maas. En... ja, dan vang je gewoon meteen een 40er. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik denk dat we hem even op de foto moeten gaan zetten. Want dat licht schijnt er perfect op. En dan kan die terug. Wauw. Wat een bak. Fantastisch. Kijk dan. Yes! Lekker man! Zo jongens, we gaan eventjes een heerlijk oostersmaaltje, mihoenetje. Met kroephoekjes. En een dessertwijntje. Of is het een merlotje? Het is gewoon een Rioja. Oh, Rioja. Een Rioja. Een overheerlijke Spaanse Rioja om de 40er te vieren. Want na zo'n dagje hakt er altijd wel in. Voor iedereen die zegt dat vissen niet hard werk is. Nou, we zitten hier natuurlijk fantastisch op zo'n boot. En dat maakt het natuurlijk qua comfort echt een stuk makkelijker. We hebben gewoon een oventje, 2 gaspitten. Kraantje. Dus ergens is het misschien ook wel een beetje vals spelen. Maar ja. Oei, yo. Een beetje gedoseerd, anders dan ligt de Rioja straks. In de Maas. In de Maas. Komt ie aan. Ja. Ja. Ja, ploppen. Oh. Als verdiend. Nee, geen kurk. Geen kurk. Deze mooie
mok gejat van Michael, hier op de boot. Lekker aan het genieten. Het wordt toch wel weer wat frisser. Dus even lekker hoodie aangetrokken. Na zo'n dag rennen in de zon, dan warmt het toch wel weer gauw op. En dan want s'avonds voelt het toch wel snel koud aan. Ja, de hengels liggen en de vraag is hoe lang gaat het duren. Het is nu al wel een tijd stil sinds die vissen. Misschien komen ze wel met groepen, hè, volgen ze elkaar al, zijn ze een beetje elkaar aan het volgen. We gaan het gewoon meemaken. Mochten we vanavond nog wat bijvangen, dan laten we eigenlijk alleen de noemenswaardige vissen zien. Ja, heel eerlijk, begin van deze sessie hebben we een aantal hele kleine vissen gevangen. Maar ja, voor ons was het ook gewoon aftasten. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Als je een film maakt, dan jullie willen toch wel graag wat vissen zien. En ja, het is voor ons natuurlijk altijd een vraag wat je vangt. Ja, het is nooit een zekerheidje. Dus dan gooi je bijna elke vis wel eventjes op de gevoelige plaat. Maar we hebben nu best wel wat mooie knappe vissen. Dus mocht er iets knaps voorbij komen vannacht, dan laten we je dat zeker zien. En de wat kleinere slagvissen die gaan we gewoon meteen retour. Retour Maas. En dan pakken we morgen weer op. Met frisse moed. Gaan we ons laatste volledige dagje in. En dan ook het laatste nachtje. En laten we dan hopen dat we afsluiten met een knaller. Ondanks dat ik heel eerlijk, ja, ik kan ook nu gewoon naar huis gaan, want dan ben ik ook gewoon tevreden. Maar ja, hè, laten we voor Mike 16-8 is een mooie vis. Maar gaan we even kijken of we daar nog overheen kunnen. Ja, misschien pak ik de hengel op en zit er gewoon iets groots aan. Hè? Kan ook gebeuren. Ik zeg santé. Nou, hij heeft ook weer zijn vrijheid verdiend. Als hij nou begrijpt dat hij mag gaan. Doei. Hoppa. Onder de boot door. Mooi, hè? Hoppa. We gaan lekker een bedje doen. Big fish, Riggy. Onbeschrijfelijk, jongens. Ja, gooi me gewoon even. Ja, ik gooi hem even aan, jongen. Oh, wacht even. Even die haak weg. Hoppa. Wat? Wat gebeurt hier? Holy shit. Ja, die is wel groot, hè? Holy shit. Die is sowieso groter dan beste rug ook wel. What the fuck? Niet normaal. Hey Mike, ik denk dat vanaf nu al aan met jou. Ik ben uitgewist. Klappertje wel, hè? Haal hem eens één keer een beetje omhoog. Bakkie. Lekker man, even een slingertje in. Dus morgenochtend is het wel goed. Oh, goeie morgen. Het zonnetje komt hier net achter de boompjes vandaan. En het kan niet beter dan dit. Dit wordt ook mijn tripafsluiter. Tenzij we dikke dubbelruns gaan krijgen. Maar het is nu even tijd voor Mike om een bak te vangen. Ja, ik heb er geen woorden voor. Dat had ik al niet bij die schub. En nu vang ik deze 24 kilo prachtspiegel. Deze heeft wel gepaaid. Hij is leeg. Dat kun je duidelijk zien. Dus ik vraag me heel erg af hoeveel die gewogen zou hebben als die nog vol had gezeten.
Ik denk dat hij dan misschien wel naar de 26 kilo kan gaan. En dat had een nieuw PB geweest. Maar dat maakt me helemaal niks uit. Wat voor ontmaagding had je nog liever dan deze sessie gewild? We hebben nog precies 24 uur te gaan. En om dan die af te trappen met deze 24 kilo is dan al heel mooi. We gaan jullie zo meteen wat meer vertellen over het voer en onze aastechniek die we hier hebben gebruikt. En ja, eerst ga ik nog even deze prachtige vis één keer laten zien. En die andere kant is ook super dik. Even zien. Ik denk dat de vis wel een meter lang is. Echt bizar. Prachtige schub midden op de flank. Ja, een droomvis. 100%. 100%. Wat een fantastische sessie draaien hier. Niet normaal. The release of the giant. Wat een brede lange vis is dit. Toch bizar. Ja, is lang, hè? Ja? Oh. Oesh, de diepte in. Woehoe! Lekker, man. Tijd voor boodschappen. En? Gedoucht. Mooie schub, jongens. Kijk, hé. Bakkie? Ja, ik zit alweer net voor de middag. Net even boodschap gedaan. Moet ook gebeuren. We hadden bijna niks meer. De afgelopen dagen was warm, dus was weer even voorzien van wat lekkernijen en wat vocht. We moeten wel goed voor onszelf blijven zorgen, ondanks dat die aanbeet vandaag... eentje nu net. Naar de visje. Ja, naar de visje. Skubbert. Dat hij boodschappen aan het doen. Ja. Dus goed voor onszelf zorgen. Vanmiddag een druk programma. We gaan jullie nog wat vertellen over het voeren. Sowieso. En wat we dan een beetje gebruiken hier op de Maas. En walkthrough aan boord. Ja. We gaan jullie meenemen hier aan boord. Van deze Felicity. En nu gaan we eerst even een overheerlijk broodje gehakt met bacon eten. Wat er ook bij. Tot zo. Ik denk tijdens de vis, toch? We zijn nog aan het lunchen. Maar ik heb hier een schub liggen. En hij is iets groter dan ik had verwacht. Uiteindelijk was hij 16, nog wat. Dus dat maakt ons, ik weet niet eens hoeveel dertigers we hebben. En daarna liep hij af. Terwijl wij lekker een broodje aan het bakken waren in de oven. En echt een hele mooie escapé. En die gaat het denk ik ook maar zomaar stiekem halen. Dus die gaan we even wegen. En dan gaan we ze even aan jullie laten zien. Dat is het plan. De komende 10 minuten. Oké, Amigo. Wat denk jij? Ja, jij zei net... die redt de 10 kilo. Ja. Ik denk dat je gewoon weer een 16,5 hebt. 16,5? Ja, zoiets 16. Zeg ik 17,2. Volgens mij zijn het 10 kilo, okay, dus... Wacht, ja. Jij zegt 16,5, dan zeg ik zwaarder. Oké. Okay. Dus ja. Je zegt net al 10 kilo, dus het boeit mij niet wat je zegt. Ik mag toch van mening veranderen in de tijd. Wat? Jij hebt geen meningsuiting. Ik kan elkaar niet beter leren kennen. Jij hebt geen vrijheid van meningsuiting hier. Hup, laat me eens even zien. Water eruit. Oh, het gaat erom spannen hoor. Wat zei jij? 16,5. Godzame. Hey, jongens. Ja, maar is dat 16,6? Of is het 16,5? Ja, jongens. Oké, ik geef het gelijk. Ik weet niet of ze het hebben kunnen zien hoor, maar... 16,5. Het is 2,30 is in een half uur. Ja, en we hadden afgesproken dat als ik goed had, spring je erin, toch? Ik had afgesproken dat we meer zouden filmen. Hey. Ja, dat is een zaak, jongens.
Oh. Dat is ook hectisch. Alright. Alright. Ik ga even een waterpakje doen en dan gaan we ze even laten zien. Zou die lopen? Maat. Lekker! Ja. Ja, dat was nog even penibel, jongens. Oh. Een hele mooie schub. Kijk eens. Hoppa. Ja, heel ziek. Ja, dik, man. Nou, we liggen er nu vier, hè? Ja, we hebben een beetje tekort aan dingen. Geen slings, dus we gaan even die vissen nu op de film zetten. Ja. Oh, dat ging trouwens maar net goed met die zandboot. Oeh. Maar wel eerlijk, je kneep hem. Jawel, jawel. Maar je kneep hem wel, hè? Jawel. Toch wel groot. Hij zag me wel. Nou, dit was de boosdoener van net. Gelukkig zag de boot mij. Want ja, het liep chaos in een hele korte periode. We hebben nu vier vissen liggen. Deze is 15 kilo rond. Fantastische schub. Ja, ik heb er geen woorden voor, want het blijft maar lopen. Ik heb echt het idee dat we on the money zitten. En ja, ik weet niet, dit is niet normaal voor een eerste maassessie, denk ik. Echte once in a lifetime sessie draaien we hier. Echt niet normaal. Fantastisch. Snel foto's terug. En dan hebben we er nog drie die in de wachtrij staan om ook op de plaat geschoten te worden. Dus snel door. Hoppa. Nummer 2 van de 4. De andere twee zijn van Mike. Iets kleiner dan die van net. Ik denk een kilo of 12, 13. Supermooie. Schub, ze zijn eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, lang, kleine pens eronder, gewoon gebouwd voor de rivier. Ja, hij mag terug, dus snel terug en op naar die prachtspiegel van Mark. De laatste vis van mij, tot zover. Maar wel met de meeste waarde. Een hele mooie SKP. Dik in de 30. Een hele brute vis. We gaan even wat foto's schieten. Dan gaan we hem terugmelden. Heel benieuwd wat deze allemaal heeft meegemaakt de afgelopen jaren. Maar wat een waanzinnige vis op zo'n rivier. Deze heeft zoveel waarde. En wat een dag. We begonnen op de dag met de 24 kilo voor Bas. Hele rits aan mooie vissen. En we gaan de avond in. Ik ben heel benieuwd waarmee we gaan eindigen. Deze gaat lekker terug. Dan gaan wij een pizzaatje eten. En dan, ja, tot aan boord, jongens. Ja, daar zitten we dan. We hebben even de tijd gevonden om jullie wat dingen te vertellen over ja, hoe we het eigenlijk de afgelopen dagen op deze stek in ieder geval hebben gedaan. En allereerst wil ik eigenlijk beginnen over het bijbootje wat we hebben. We hebben hier een Stargazer 160 met erop best wel een krachtige elektromotor, 55 lb. Zoals jullie toen straks zagen met de vis, ja, er is hier gewoon scheepvaart en ook gewoon echt goede schepen, dus je wilt toch wel een beetje kracht hebben. Je zou er ook voor kunnen kiezen om een benzinemotor op je bijboot te gooien. Nou, dan zou ik een 160 niet aanraden, want dan ga je gewoon in plané over het water. Kan wel leuk zijn natuurlijk. Maar ja, hey, neem je een benzinemotor mee op je bijboot, ben je meteen wel weer echt veel spul aan het verslepen. Dit is een relatief licht accu'tje mee. 70 ampère. We hebben er 2, dus op zich kunnen we daar best wel mee uit de voeten. En ja, werkt prima. Je kunt er gewoon prima op staan. Je kunt prima op drillen. En voldoende ruimte om in je eentje je dingetje te doen. Ik denk daarentegen dat je ook niet heel veel grootte nodig hebt. Je bent hier wendbaar genoeg in. En hoe groter je meeneemt, hoe meer je ook mee gaat zuilen. Nou, om dan ook maar even meteen door te pakken naar het voeren. We zitten hier in een bocht. En
Dat is op zich best wel mooi, want de stroming die komt hier zo langs heen en die slaat eigenlijk in die bocht in. Waardoor er een tweetal dode plekken zijn waar de stroming wat minder hard stroomt en het voedsel zich ophoopt. Op die plekken en daaromheen hebben we eigenlijk fors gevoerd. Onder andere kril 20 mm van Floki's, lekker veel natuurlijk voedsel erin. En hebben we echt wel fors gevoerd. Ik denk dat we in de afgelopen 2,5 dag misschien wel 35 kilo gebracht hebben. Niet alleen bollen, we hebben ook particles gebracht. Boekweit met hennep en tijgenoten. Dan zou je denken van ja, hey, dat zet natuurlijk ook heel veel witvis aan het vreten. Alleen ik ben daar zelf eigenlijk best wel een grote voorstander van. Want ik hanteer graag het zien eten doet eten. Dus als je als die vis onder water ziet dat er echt dingen gebeuren op de stek. Of het nou winders zijn, brasems of kleine karpers. Dat hun interesse ook gewekt wordt. Waardoor ze eigenlijk ook gewoon gaan kijken en nieuwsgierig zijn van hey, wat gebeurt hier en wat valt er voor mij hier te halen. En een karper is daarin best wel dominant, zeker de grotere. Dus die zullen daarin altijd de overhand krijgen op je voerstek. Ik kan het verder heel mooi maken over welke dieptes we vissen. Maar we vissen voornamelijk voor de kant en het loopt eigenlijk af van een 1,5-2 meter tot een 7 meter. En ik kan je vertellen dat ik dit 1000 keer heb gedaan. Maar dit is mijn allereerste keer op de Maas. En het was voor ons ook een beetje goochelen. Ik heb wat trucjes en tips meegenomen van de vissers op de IJssel die ik ken. Met de bepalingen van de stroming, althans de bochten. En heel eerlijk, je gaat gewoon proberen. En je kijkt wat er vandaan komt. En wij zijn eigenlijk gewoon bovenop de visplank, of de vis komt langs ons. Dat is echt fantastisch. Ik kan je dan nu heel veel dingen gaan vertellen over zo moet je het doen, dit is de beste aanpak. Maar dit is gewoon hoe wij het nu hebben aangepakt en het werkt voor ons. Dat zegt niet dat het voor jullie ook zal werken. Maar ik denk wel dat je gewoon logisch moet blijven nadenken. En dan kom je een heel eind. En een beetje geluk, dat moet je ook gewoon hebben. Dus voor nu was dat even mijn praatje over het voeren. En dan gaan wij gewoon even lekker rustig aan doen vandaag. Dus zo doen we. Oké, jongens, het is de laatste avond. Morgenochtend gaan we de boot terugbrengen naar Mike. En ik zal jullie nog even een walkthrough geven door de boot. Een soort house tour. MTV Creep style. En daar zou ik gisteren al mee beginnen. Maar gisteren hadden we druk. Vandaag hadden we druk met vissen vangen. En nu is het loze momentje. We hebben gegeten. Nou, wat voor boot hebben we nou mee? We hebben nu 4 dagen gevist op de Felicity 23. Een mega chille boot met zoveel opties. Vorig jaar ben ik met Bas een paar dagen weg geweest met een Arijn. Dat is een aluminiumboot, was een softtop, ook een fijne boot. Deze boot is daarin onderscheidend omdat hij compleet van HDPE plastic kunststof is. Dat ga ik jullie maar 1 keer vertellen, als ik dat 2 keer doe krijg ik het nooit meer aan mijn strot. Maar dat houdt dus in dat die boot super slijtvast is, niet gaat beschadigen. En wat fijn is aan deze boot, hij heeft een dek rondom de motor waardoor je dus voorbij de motor zou kunnen lopen. Geef je net even dat metertje. Voor visjes weg te hangen, aanmeren of even drillen. Dat maakt het wel fijn. Dus je hebt het gevoel dat je veel meer ruimte hebt. En dat is wel iets, eigenlijk elke meter is iets waard op zo'n dag als dit op het water met Bas. Dus dan is het gewoon chill dat je net even dat metertje extra hebt. Nou, het dek op zich is helemaal van die kunststofplaten, dus dat loopt super chill. Wordt niet echt heel warm, dus dat valt best wel mee. We hebben een 20 pk Mercury aan boord. Dus je kan lekker doorblazen over de Maas, mocht je dat willen naar een andere stek. En nu gaan we even naar binnen, jongens. Let's go. Oké, jongens, het kan nog gekker. We hebben een 2-spits gas van huis. Dus je kan lekker gewoon je koffie, eitjes, heel de rattenplan, een echt luxe maaltijdje maken als je wil. Maar waar Bas en ik heel veel gebruik van deze week gemaakt hebben, is het oventje. En gaat heel simpel aan, is ook gewoon op gas. Hop, staat al aan. Wordt chill. Kun je afgehakt pizzaatjes in doen, keizerbroodjes.
tosti's. We hebben zelfs bittergarnituur erin kunnen doen. Alles op oven gaat hier gewoon perfect in. En ja, dat maakt natuurlijk wel dat je menukaart iets breder wordt. Dus mega chill dat dat aan boord is. Nou, ondertussen heeft Mikey nog wat spulletjes onderin. Voor de mensen die de bootjes huren, zit natuurlijk eigenlijk alles aan boord. Bestek, van alles en nog wat. Er zit een 120 liter tank water. Dus je moet aardig doordrinken, wil je dat, dat opkrijgen. We hebben nog een bedieningspaneel op bed. Nou, hier heb je gewoon eigenlijk de knopjes om de boot te bedienen. We hebben verlichting, omdat wij op de Maas zelf liggen, hebben wij verlichting aan rondom aan boord. Dus dat boten, zoals je hier voorbij ziet komen, ons gewoon goed kunnen zien in het donker. En als het uiteindelijk donker is en we willen gaan slapen, kunnen we gewoon alles uitzetten. En ja, dan is Bas eigenlijk baas van de knopjes. Hè? Hier zitten ook alle draadjes, dus we kunnen 4 USB-draden tegelijk koppelen, waardoor we eigenlijk alles 's nachts kunnen doorladen. Er ligt een mega zonnepaneel op het dak. Die gaan jullie nu zien met de drone, is erg bizar. Daar kun je gewoon je bed op liggen en dan kun je lekker chillen. Het is echt iets wat je nodig hebt, wil je langere dagen op pad zijn. We hadden vorige keer een Arijn mee die had accu's. Nou, die was wel afhankelijk van stroom. Dus moest je na 4-5 dagen gaan bijladen in de haven. Maar hier niet nodig, jongens. Zelfvoorzienend, echt of en of. Ik denk dat we er vandaag meteen de dag afsluiten. Ja, want het is al 10 uur 's avonds, jongens. Ja. Ik denk dat we zo even een merlootje gaan poppen. Want we hebben echt wel een hele mooie dag weer gehad. Ik zou niet eens oprecht weten... Gezet of aas? Ja, ja. Ik zou niet eens weten oprecht hoeveel vissen we vandaag gevangen hebben. Het was ook een beetje chaotisch, omdat... Ja, er gebeurde gewoon van alles. Je bent dus met... Als je een aanbeet krijgt, en twee keer was jij... één keer was je scheid, volgens mij. En de andere keer was je boodschappen doen. En er komt een boot aan. Je bent als de dood, hè? Want er komen dus van die zandzuigers voorbij. Die zuigen gewoon zo ziek veel. Dat je bang bent dat er dan te veel vis op die druk. Ja, dat je dan een sweepertje krijgt. Hey, stel dat zo'n vis gewoon naar de overkant klapt. Oh, yeah, of de midden de vaal. Je houdt ze gewoon niet, hè? Nee. Je houdt ze niet. Kijk, en zo'n boot die komt op je af, die gaat niet even stilstaan. Dat is gewoon een vrachtwagen keer 20. Ja. Dat stopt niet zomaar even. Dus, en gelijk hebben ze natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk. Maar dat maakt het soms gewoon wel tricky. En dan hebben we daarin gewoon voorrang en wij willen gewoon die vissen vangen. Dus het is wel af en toe even billen knijpen, want elke keer bij een aanbieding denk je meteen, oh, ik wil nu die boot eigenlijk in. Terwijl, ja, voor de shots is het misschien vetter als we gewoon ook wat drills en... Ja. Maar ja, dat is voor ons gewoon onwennig, want wij hebben niet heel veel te maken met dit zulke soort boten. Klappers. Zulke nou, dit is echt groot. Ja. Nee, dus ja. Laatste nachtje, man. Laatste nachtje. Verwachting? Voorspelling? Ik denk niks. Nee? Nee, ik weet niet. Het is ziek afgekoeld. We hebben voor het eerst ook echt... Ja, dreigend weer. Ziek veel wind. Ja, ik weet niet, man. Ik, Jongens, 2 vissen vannacht. 2 vissen? Nou, ik zeg niks. Hij zegt 2 vissen. Laten we hopen dat hij gelijk hebt. Dan, ja. Dan gaan we morgenochtend vroeg er weer uit. Ja. Of we zien jullie zo meteen. En voor nu denk ik dat we terug kunnen blikken alvast op een prachtige zin. Bizar, hè? Ja. Echt waanzinnig avontuur. Ja. Hebben we weer goed gedaan. Ja. We zijn veel naar Frankrijk geweest, maar zo in Nederland. Is er ook nog zoveel moois te beleven. En wij zitten hier nu 4 dagjes op zo'n boot. Ja. En we hebben, we zijn een paar roofvissers tegengekomen. Ja. Die daar een praatje komen maken, omdat ze natuurlijk helemaal lijp worden van die boot. Die denken, wat is dit voor ding, joh? Helemaal s'avonds als we die disco aan hebben. Nee, kom eens even kijken, wat is dit nou weer voor partyboot? Ja. Maar en voor de rest niemand gezien. Weet je, er loopt niemand langs. Er staan alleen maar koeien hier overal in de weilanden. Ja. Dus, ja, we zijn gewoon een beetje met de neus in de boter gevallen. 100%. We hebben zo goed, en dat is misschien wel iets wat wij uit onze eigen visserij hebben meegenomen. Dat we natuurlijk wisten, die paai die gaat nu komen. Watertemperatuur, wat we gewoon gezien. Gewoon goed gegokt en dan gewoon maar kijken op dat stuk Maas waar je tussen sluis en sluis zit. Van waar zou jij dan... Ja, waar zou je als vis zijn en jezelf een beetje ophouden rond deze tijd? Dat is het, hè, want... Waar één deel, daar zaten bewijs van 2 ondiepe armen en wij zitten nu op een stuk, daar zitten 4 ondiepe armen in. Ja, dan weet je gewoon, ze komen van links en rechts, maakt niet uit hoe ze aankomen, maar... kijk, die Maas is maar een metertje op 100 breed en die vis die trekt gewoon langs de kanten. Ik weet dat 100% zeker, want we hebben eigenlijk bijna niet zo heel veel vis, we hebben eigenlijk geen enkele vis in het midden gevangen. Nee.
De stokken zeg maar op links, ja. Echt in de vaargeel op 7 meter zijn die afgelopen. Het zijn allemaal de kanthengels. Dus, nou, hoe gaan we dit noemen? Onder Maas? Onder Maas. In plaats van onder Move? Onder Maas. Ja. Ja. Okay. We gaan nog eindje doen, jongens. Later! Ja, zitten we dan? Mike had een keer gelijk. Komt niet vaak voor. Hij zijn geen vissen, dus... En op beeld nu. Ha, netjes man. Ja, top hè. Vereeuwigd. Nou, we hebben alles binnengedraaid, alles op de boot gelegd. We gaan zo met de boot terug naar de trailerhelling. Daar staat als het goed is Mike ons op te wachten om de boot te traileren. Gooien we alle spullen er weer vanaf en dan zit het er weer op. Maar ja... Ik kan niet zeggen dan een hele succesvolle trip van 4 dagen. Dat is niet normaal. Lekker aan het ontbijt. Heerlijk. Dan zeggen we jongens, tot de volgende. Veel kijkplezier. Tot snel.